Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Ori and the Blind Forest. In de vorige aflevering hebben we een heel stuk gespeeld hier in dit stukje, alleen is daar nooit een map van gekomen. Nu moeten we hier blijkbaar naar het zuiden toe, ik denk dat we hier gewoon naar beneden moeten vallen. En dan gaan we vanzelf zien waar we terechtkomen. Even kijken. Ah, dat is lullig. Ik dacht ik rush er even doorheen. Even kijken. Er zitten daar nog wel van die energy sources. Maar ik weet niet of ik daar naartoe wil. Laten we gewoon maar hier naar binnen. Oeh, dit is ook fijn. Kijk, levens. Interessant, interessant. Oh, dat was belangrijk. Mapstone fragment. We tune just to the mapstone to unlock a new area. We moeten wel zorgen dat we een mapstone tegenkomen. Oh, nu rende ik vol in de poison van dat beest. Oké, wat is hier? Nice, oké, dat werkte. Het ziet eruit alsof dit de bedoeling is. We weten het niet zeker, maar we moeten naar het zuiden, dus dit is redelijk het zuiden. Oh. Huh. Oh, dat was net iets waar ik niet aan moest komen. Oké. Okay. Ik voel dat ik hier naartoe moet, maar... Hoe moest dit ook... Oh, dit is zonde, ja. Ik moest zo. Gewoon ground pounden. Hé, daar heb je weer zo'n keystone. Zou dit nu wel werken? Nee, oké. Dat is zonde. Ah ja, nu moet dat beest gewoon lokken. Nog een keystone. Of een mapstone bedoel ik. Moet ik alleen nog zorgen dat ik ergens een map zie te vinden. Oh. Kunnen we daar komen en is het interessant genoeg om daar te komen? Voor mijn gevoel niet namelijk. Aha. Hmm.
Hoe komen we hier nou wel langs? Want hier zit weer zo'n iets wat we nodig hebben. Dat vind ik soms wel erg lastig. Wacht, ik denk dat ik het zie misschien. Ah, je gaat niet omhoog. Soms zit er zo'n soort van een geheime tunnel. Jammer. Hoe ben ik daar dood gegaan? Ik was niet eens in de buurt meer. Zo. Ja, we weten wel het werkt. Oh. Fijn. Geen idee hoe we hem hier krijgen. Er zal vast iets zijn, maar misschien gewoon van de andere kant. Zeven wel even, anders krijgen we dat gezeik van zometeen. Van net weer. Dit doet wel veel meer damage om het op die manier te doen, hè. Oeh, er zijn nieuwe enemies. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Oké. Oh, dat was gevaarlijk. Oh. Kleef nog. Met nadruk op nog. Oké. Wat zie je? Hierdoor kan ik eigenlijk alleen weer omhoog. Dus moet ik hier naar links? Ik denk dat we in ieder geval de goede kant op gaan. Ik wil heel graag 7, maar dat is op dit moment niet mogelijk. Oh jee. Hoe kom ik daar boven? Toch nog een hit getekend. Ah, oh, 2 hits zelfs. Wat zonde. Oh, ik snap wel wat de bedoeling is, maar dit is zo kut. Zonde van een leven. Nou, kom hier. Spant er weer zo'n nieuw tyfusbeest.
Loop hier naartoe. Nou, loop hier naartoe. Ik heb een idee om daar boven te komen. Ik ben zo terug, ik moet heel even toileteren. Hey boys, terug. Oké. Hey, dat is positief. Oké. Hoop er eigenlijk dat ik zonder kleerscheuren beneden kan komen. Dit is zo raar gemaakt. Oh. Oké, even proberen of het gaat. Ja, dat lukt. Ah, dit moest ik doen. Oké, dit makes a lot of sense. Oké, dit gaat goed. Dit gaat goed. One slush and green, now covered in ice. Those who didn't a space paid with their lives. Ojo, geheime tunnel. Was X to doubt. Halleluja! Ojo, waar zijn we? The Forlorn Ruins? Ojo. The Forlorn Ruins. Here's where the Gamon live. They built miraculous structures and infused them with the light of the spirit tree, which keeps them safe. That's fine. Oh, who nay? These Gamon were frozen, unable to escape. When the element of wind lost its light, these ruins must have turned it into their grave. Maar ik denk dat ik niet wil leven. Oh, dan ga je dus blijkbaar dood. Dat is fijn om te weten. Interessant. The Gamon were crafty inventors. They had foreseen a bright future that never came. Look at this light vessel. They were able to store the light of the spirit tree within. Nu is het een bal. Oké. Ah, nu kan ik daar overheen lopen. Oh, dit wordt een feest. Ik vind het wel vet dat dit erin zit. Want ik denk dat ik nu die moet laten vallen. Ja. Oké, vet. Dat ging niet helemaal goed. Oh, dan moet ik alles weer. Oh ja, dit is zo feest altijd in deze game. Oké. Oh. Ik zie dat mij te spammen. Oh, dat is elke keer dezelfde. Krijg je dit deze onder de hele tijd opnieuw? Ja, we weten wel wat er aan de hand is. Oké.
Another try. Kut. What the fuck? Ik vind het wel vet bedacht, dat wel. Hey, dat is fijn. Zo. Oh, oké. Okay. Dat is zo'n stukje, dat is fijn om te weten. Moet ik eerst zeker dat ding weer gaan lopen killen. Nou, kom op. Dit is nog moeilijk. Oh fuck, ik ben vergeten te zeven. Kut. Oké. Hoe haal ik dat dan? Je kan niet dubbel jumpen met dat ding in je hand. Oh. Daar moeten we zijn, dat stukje moeten we hebben. Oké. Volgens mij gaat het oké. Dit is een stukje moeilijker.
Oké. Weer een lastig stuk, maar wel een leuk stuk. Ik moet zeggen, ik vermaak me in dit stuk van het level best wel goed. Oh, kijk. Dat is interessant. Zal ik wachten tot een verder plekje? Want... het is misschien fijn als we op een ander moment kunnen saven. Kijk, als we nou... hier komt dus even. Nou, dat is misschien een stukje beter geweest. Ah. Dat stukje zie ik nog niet helemaal voor me. Hoe ze willen dat ik dat doe. Nogmaals. Hoe dan? Vertel me het. Ik kan niet hoger springen. Oké. Hoe gaan we terug is dan de vraag, hè? Kutzooi. Oh. Dit kan best wel Speedy Gonzales gedaan worden als je niet doodgaat. Zo. 7. En daar gaan we deze aflevering beëindigen. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie je graag bij de volgende aflevering van Ori and the Blind Forest. Adios, amigos.